proces. In de jacht op crimineel Ridouan Taghi heeft de politie twee strafrechtenadvocaten laten schaduwen. De advocatuur is woedend. Zij noemen die handelswijze van het OM onrechtmatig en gevaarlijk. Het Openbaar Ministerie had er veel voor over om Ridouan Taghi te pakken. Zeker na de moord op de broer van kroongetuige Nabil B. en op diens advocaat Dirk Wiersum. Zoveel dat ze zelfs advocaten lieten schaduwen. Want het ging hier wel om de meest gezochte crimineel van het land. Verdacht van 6 moorden en een aantal pogingen tot moord. De consequenties kunnen zijn dat wij als advocaten niet meer goed ons werk kunnen doen. Omdat misschien de overheid meekijkt, misschien de overheid meeluistert, misschien de overheid ons achtervolgt. En er dus geen vrij contact kan zijn met onze cliënten. Ja, aan tafel hoofdofficier van justitie John Lucas en AD-journalist die dit verhaal geschreven heeft eigenlijk. Jelle Tieleman, kun jij kort voor ons uitleggen wat er nou precies gebeurd is? Ja, mijn collega Koen Voskel en ik kregen een tijdje geleden een tip. En die tip luidde dat advocaat Nico Meijering naar Dubai is gereisd in juni 2019... om daar, althans was de gedachte, Ridouan Taghi te ontmoeten. En dat hij daarbij geschaduwd zou zijn door justitie. Dat vonden wij wel het onderzoeken waard en dat zijn we ook gaan doen. Van wie kwam waarom die tip? Is dat onderzoek? Ja, daar kan ik niks over zeggen. Maar we hebben dat opsporingsbronnen genoemd. Ik denk dat dat genoeg gezegd. We hebben daar meerdere bronnen voor. Op een gegeven moment denk je, nou, wij gaan die vraag voorleggen aan het Openbaar Ministerie. En wij kregen daar antwoorden op. En zij gaven inderdaad aan, ja, dat klopt, dat hebben wij gedaan. En Jelle, waarom is dit het onderzoek waard? Waarom is dit opvallend? Nou ja, omdat het een zeer ongebruikelijke stap is om advocaten te volgen. Je hebt net Jeroen Soeterman gezien, hè, die daar iets van vindt. Nou, vandaag is ook gebleken dat de beroepsgroep daar woedend over is. De Orde van Advocaten is daar woedend over. De Deken heeft daar ook iets over gezegd. En het is ook een ongebruikelijke stap. Het gebeurt zelden tot nooit. Mm-hmm. En het is ook een heel bijzonder iets om te doen, omdat advocaten natuurlijk een bijzondere positie hebben. Die moeten vrij met hun klant kunnen spreken zonder dat daar de overheid meekijkt. Dus zij voelen zich, zij zijn daar heel boos over, omdat ze bang zijn voor allerlei consequenties. Ja, en mag dit wettelijk gezien, juridisch? De overkant vindt van wel. Daar is de beroepsgroep die zegt dat kan absoluut niet. En daar is het vandaag stevig over gegaan. Zij zeggen dit kan gewoon niet. Nee. Als dat mag, of als daar toestemming voor gegeven wordt, dan moet dat ook getoetst kunnen worden. Nou, dat is niet gebeurd, want er is niet iets vastgelegd in een procesverbaal. Ja. Wij hebben dat naar buiten gebracht. Dus daar is flinke discussie over. Ja. En het lijkt erop dat dat niet mag, maar John Lucas gaat nu ongetwijfeld vertellen dat dat... Ja, meneer Lucas, mag dit wel volgens jullie? Ja, dit mag. Advocaten observeren? Dit mag. Misschien is het goed dat ik even toelicht, want we spreken hier over een hele bijzondere zaak. En in de inleiding zei u ook al, het was iemand die wordt verdacht van 6 moorden en een aantal pogingen daartoe. En sinds 2017 werd er gezocht naar deze verdachte. De meest gezochte verdachte van Nederland. Mm-hmm. En de ernst daarvan was heel groot. A, om wat hij gedaan had. En ten andere kant was het ook omdat er een enorme dreiging bestond dat er nog meer zaken zouden gebeuren. Dus het Openbaar Ministerie en de politie hebben alles op alles gezet om deze verdachte te gaan vinden. In die afweging hebben we gekeken naar welke mogelijkheden hebben we en wat mogen we doen om iemand te vinden. En uiteindelijk, als we een tip krijgen dat een advocaat, niet zijnde de advocaat van deze verdachte, zich begeeft naar mogelijk een ontmoeting met deze verdachte, dan bestaat de mogelijkheid om hem te laten volgen, om te kijken, om vast te stellen of die locatie daar klopt. Dus jullie hadden een tip gekregen, die uiteraard ook niet onthuld gaat worden. Jullie hebben een tip gekregen. Nou, maar ik kan er iets opener over zijn. Want de bronnen van de journalist zijn. En voor ons geldt dat wij een procesverbaal hebben gekregen van de inlichtingen, team criminele inlichtingen. Mm-hmm. En daarin stond dat deze advocaat naar Dubai ging om mogelijk contact te hebben met deze verdachte. Maar niet als advocaat. Hij ging daarheen om hem te ontmoeten. Hij blijft advocaat. Maar jullie mochten hem volgen omdat hij daar niet als de advocaat van Taghi naartoe ging. Zegt u eigenlijk?
Nou, in alle omstandigheden bestaat de mogelijkheid om een advocaat te volgen. Die bestaat, die is in de wet gegeven. Ook als hij wel officieel de advocaat zou zijn? Ook als hij dat zou zijn. Alleen vinden we in onze eigen redenering dat we dan heel zorgvuldig moeten zijn, juist om wat Soeterman ook net zei, dat het over de inhoud van het gesprek dat een advocaat voert met zijn cliënt, moet hij gevrijwaard worden van inbreuken daarop. Dus dat hij zelfstandig dat verschoningsrecht kan waarborgen. Kortom, hij mag niet worden afgeluisterd, dat bedoel ik. Hij mag niet. Dus hij is ook niet afgeluisterd. Maar, maar je mag hem wel volgen. Dus je mag hem niet afluisteren, want dat is het bijzondere recht van een advocaat. Maar als je hem achter hem aanloopt met een baard en een zonnebril, dat mag dan wel. Dat valt niet onder verschoningsrecht. Is jullie beginsel mag dat. Ja, naar onze overtuiging is dat een middel wat je mag inzetten. Maar is hier niet precies de discussie over? Want eigenlijk iedereen die wij tot nu toe hebben gesproken, en alles wat in de media voorbij is gekomen, ook de heer Soeterman, dat dit volgens hele strenge regels mag en dat het gevraagd moet worden aan het college van procureurs-generaal. Hebben jullie toestemming gevraagd? Nou, misschien is het heel handig. We hebben een aanwijzing opsporingsmiddelen ten aanzien van advocaten. Daar staan heel nadrukkelijk gezet welke opsporingsmiddelen worden ingezet. Bij de totstandkoming van deze regeling is ook nadrukkelijk bepaald dat bepaalde opsporingsmiddelen die gaan op het lokaliseren uitgesloten zijn van deze extra bescherming. Alleen hebben wij in een aanwijzing gezegd dat wij heel zorgvuldig kijken daar waar het om een advocaat gaat. Zodat je nog een keer nadrukkelijk die afweging maakt. Maar is er toestemming gevraagd aan het college van procureurs-generaal? Nee, dat was ook niet aan de orde. Jelle? Dat is toch echt wat ik overal gelezen heb en van meerdere advocaten heb gehoord vandaag. Dat had gemoeten, ja. De vraag is natuurlijk van, is hij als burgerman gevolgd of is hij als advocaat gevolgd? Want daar zit natuurlijk wel een behoorlijk verschil in. Ja, maar dan moet ik even. Want er zijn vandaag ook twee verschillende berichten over naar buiten gegaan. In het persbericht dat vanochtend is uitgedaan, daar werd gezegd van deze actie mocht, want zij zijn niet als advocaat gevolgd. Zij waren namelijk niet de advocaat van meneer Tachy. En in het bericht dat vandaag vanuit het college is gegaan, daar werd gezegd, ja, de aanwijzing is gevolgd. En dat betekent dus dat er een belangenafweging is gemaakt. Dus de vraag is, welke van de twee is het? Ja, nou, het essentiële is de belangenafweging. Hè? We hebben te maken met een zeer ernstig geval van iemand die we echt graag wilden hebben, omdat hij verdacht werd van ernstige feiten en nog steeds een bedreiging bestond, ook voor de rechtsorde. En dat uiteindelijk heb je dan de bevoegdheid om middelen te volgen. Wij doen dagelijks, op het moment dat we iemand zoeken, dan zetten wij middelen in om iemand te volgen. Het kan zijn dat we de vriendin toetsen. Dit is natuurlijk een uitzonderlijke situatie, want dit zijn advocaten. Tuurlijk. En zij zeggen ook, ja, maar welke afwegingen dan? Want zo iemand is natuurlijk advocaat. Daarvan is bekend dat zij niet meneer Tachy bijstaan. Maar jullie kunnen vooraf niet weten of zij misschien daar naartoe gaan om bijvoorbeeld die zaak over te nemen of om advies te geven. Waarom zouden ze anders met de heer Tachy in de Precies, zij zijn advocaat in alles wat zij zijn. Dus hoe is het mogelijk om vooraf voor hen te bepalen wat zij daar gaan doen? Dat kun je toch alleen achteraf vaststellen? En dat mogen jullie niet achteraf vaststellen. Dus de vraag is van, welke belangenafweging is er dan gemaakt? Ook omdat zij zeggen, dat is gevaarlijk. Dit zijn mensen die misschien aan een halve gedachte genoeg hebben. Zeker als je ziet wat er ook gebeurd is. Er zijn natuurlijk onschuldige mensen overleden. Als zij nou de gedachte zouden kunnen hebben dat via het volgen van een advocaat zij zijn aangehouden, dan kan dat bij hen zelf, bij familie of ook bij andere criminelen, bij derden, leiden tot gedachten waardoor zij dingen gaan doen die we met z'n allen niet willen. Dus de vraag is, hebben jullie dat ook meegewogen? Het gevaar wat de advocaten lopen, hebben jullie dat afgewogen? Het gevaar wat de advocaten hiermee lopen? Al die afwegingen vinden plaats in de afweging van, gaan we dit doen of gaan we dit niet doen? Diezelfde afweging vindt ook plaats op het moment dat we een vriendin tappen van. Maar meneer Lucas, ja. Dit is vaak gezegd, dat hoorden we ook net. Deze advocaten lopen hierdoor gevaar. Hebben jullie dit risico afgewogen? Ja, maar u zegt, en wat was dan de conclusie? Deze advocaten lopen gevaar, dat stellen zij. En dat weet ik niet, dat kan ik ook niet helemaal onderbouwen. Zij lopen net zoveel gevaar als alle andere mensen. Dat is net zo het geval. Durft u dat zo stellig te zeggen? Want we hebben het hier wel. Toen dit gebeurde, dat was op 19 juni of op 16 juni... toen was de broer van de kroongetuige al geliquideerd. Ja. Daarna
is de advocaat van de kroongetuige geliquideerd. Dat, dus dit is niet het gevaar wat gewone mensen lopen. Nee, nee, dat formuleert u juist. Dan begrijpt u mij verkeerd of ik formuleer het verkeerd. Het is een afweging die altijd een belangenafweging is. En die moeten we iedere keer maken. Die maken wij voor iedereen, dat bedoelde ik te zeggen. En ook de belangenafweging dat op het moment dat wij per se en deze verdachte moeten en willen hebben vanwege de enorme dreiging die naar mensen gaat, dat geweld wat in de openbare ruimte plaatsvond, hebben we die afweging gemaakt. En daar de afweging gezegd van dit is niet de advocaat van de verdachte. Dus wij kiezen ervoor om in dit geval deze stap te maken om deze verdachte te vinden. Dus het doel heiligt de middelen omdat iedereen zo gevaar loopt? Niet altijd, maar het is een middel wat ons ter beschikking staat, wat wij beperkt inzetten op het moment dat er noodzaak toe is in de afweging van de belangen. Ja, maar dan is toch het punt wat ik net probeerde te maken, het college van procureurs-generaal is dus niet om toestemming gevraagd. Dan is het volgende punt, wie controleert dan jullie beslissing om tot zulke heftige maatregelen over te gaan? Om advocaten te schaduwen, te observeren. Want die hebben een privacyrelatie met hun cliënten. Wie controleert dan jullie als OM? Nou, in principe, op het moment dat de vraag gesteld wordt, dan geven wij de antwoord op. Ja, maar dat is eigenlijk door een tip. Door een anonieme tip. Komt dit naar buiten? Ik denk dat het een klokkenluider wellicht. Van Koen en mij is en onze krant dat dit naar buiten is gekomen. En ik snap de woede van de advocaat ook wel. Want zij zeggen, ja, als het niet aan jullie was, dan hadden wij dit dus niet geweten. En is dit dan het topje van de ijsberg? Wat betekent dit voor de rest? En wat ook wel een belangrijke vraag is, volgens mij zei je net dat er geen andere advocaten zijn gevolgd. Maar de vraag is, zijn er wel andere opsporingsmiddelen gebruikt? Wat is daar in die lobby, hè, waar zij zaten met hun klant, is dat gesprek misschien opgenomen? Is dat vastgelegd? Is daar procesverbaal van gemaakt? Is dat met de autoriteiten in Dubai gedeeld, die toch een ander rechtssysteem hebben dan wij? En volgens mij heeft de Nederlandse overheid ook onlangs gezegd, we gaan niet meer dat soort afspraken maken met landen waarvan wij vinden dat zij, Maar misschien consequenties trekken die waar misschien mag meneer Lucas reageren, want dit zijn een hoop suggesties. Zeker. Dat er misschien wel andere methoden zijn gebruikt. Ja. Ik ben wel benieuwd wat jullie daarvan kunnen zeggen en willen zeggen. Het is een bijzondere situatie waarin een bijzondere keuze gemaakt is om in dit specifieke geval dit te doen. Het is niet zo, in het kader van opsporing worden altijd opsporingsmiddelen ingezet om iemand te vinden. Dat staat eigenlijk buiten de zaak. Want de zaak gaat over de waarheidsvinding. Daar vindt de behandeling plaats over datgene waar de verdachte van verdacht wordt. En daarnaast vindt er een opsporingsonderzoek plaats om de verdachte te vinden. Daar worden opsporingsmiddelen ingezet. Dat maakt eigenlijk ook geen deel uit van het dossier waar het over gaat op de zitting. Is ook niet zo relevant. Is het niet zo dat als het gaat om die aanwijzing ook, dat gaat toch uiteindelijk om de waarheidsvinding. En dan is het toch relevant voor het Marengo-proces? Nee, het gaat om het vinden van de verdachte. Het gaat om de inspanningen die wij ons getroost hebben om deze verdachte aan te houden. Dat is iets anders dan binnen het proces om te denken van waar hij van verdacht wordt en waarvoor hij op dit moment vastzit en waarvoor in de zittingzaal de discussie plaatsvindt. Maar even over de sfeer. Er waren nogal wat artikelen over advocaten die zwart geld kregen vanuit deze organisatie. Over advocaten die lekten vertrouwelijke informatie naar verdachten en andere handlangers. De advocatuur is woedend. Die zegt het OM ziet ons eigenlijk als criminelen. Ze maken gebruik van naming en shaming. En als ik die artikelen lees, denk ik dat de verhouding tussen OM en advocatuur is niet heel, heel gezellig op het moment. Nee, die is in deze zaak niet heel gezellig. Hoe komt dat? Nou, dat komt omdat er grote belangen spelen. En dat komt omdat er sprake is van een kroongetuige waarvan gezegd wordt dat hij soms de waarheid niet vertelt. Dat aan de andere kant het Openbaar Ministerie de taak heeft om te kijken van kunnen wij onderbouwen waar de waarheid wordt verteld. Dat doen wij als een kroongetuige vertelt over relaties met advocaten. Dan brengen wij dat in om de verhalen of de verklaring van de kroongetuige te onderbouwen. Dat is één. Dat is het. Maar Nico Meijering zegt dat jullie het op deze manier een ander gevecht aan het uitvechten zijn met hem. Dat het een soort vete is. Dat laat ik ook graag voor zijn rekening. Dat is het niet zo. Wij doen ons werk. Wij proberen ons werk goed te doen. En op het moment dat wij de kroongetuigen, de verklaringen daarvan moeten onderbouwen, is dit een deel ervan om dat te onderbouwen. En dat hebben we nodig om te zeggen van deze kroongetuige vertelt op dit punt de waarheid. Dat is één.
Daarnaast, dus dat heeft een ander doel. Daarnaast is deze verklaring, heb ik die samen met mijn collega in Amsterdam gezonden aan de deken, omdat er signalen in staan waar ik mij zorgen over maak, waarin ik vraag aan de deken binnen hun eigen beroepsgroep om daar onderzoek naar te doen, om die signalen op te pakken. Want als je al die verhalen leest, corruptie bij de marechaussee, mensen die zijn omgekocht, lekken bij de recherche, advocaten die financieel in de zak zitten van criminele organisaties. Aan de andere kant... Niet bewezen, hè? Dus even... Nee, maar dit zijn verhalen die je leest. Ja. De enorme bedragen die ermee gemoeid zijn. En het extreme geweld. Er wordt echt nergens voor teruggedeinsd. Broers van getuigen die worden doodgeschoten. Advocaten die zijn doodgeschoten. Dit is zo extreem. Is deze strijd wel te winnen van dit soort maffia? Als er zulke bedragen en aan de andere kant zoveel geweld voorhanden zijn... Ja, maar ik vind wel dat we een maatschappelijke taak hebben om hier wel op te investeren. Maar zijn jullie uitgedaagd? Is dit voor jullie een situatie dat je denkt, nou, we moeten echt alles bijzetten? Dit is een uitzonderlijk proces, een uitzonderlijke omvang. We zeiden net al, zoveel moorden en zoveel pogingen en zoveel zaken die daar spelen, dat is een uitzonderlijk proces, ook voor ons. En dat betekent dat wij met heel veel mensen ook werken om te zorgen dat deze zaak op een goede manier berecht wordt en op een juiste manier berecht wordt. En daarvoor zetten wij alles in. En we zijn wel uitgedaagd om tot aan de rand te gaan, maar we gaan er nooit... Zijn jullie niet hier over de rand gegaan? Nee. Jullie bieden geen excuses aan? Absoluut zijn we niet over de rand gegaan. Maar wel opgezocht, toch? Ja, we hebben de rand opgezocht en we zagen hem. We zijn er niet overheen gegaan. Begrijp jij dat ze de rand opzoeken? Want ik kan me wel voorstellen dat je denkt, als iemand, er vallen mensen om, er wordt geliquideerd, dat je dan denkt, nou, we hebben een tip, laten we erachteraan gaan. Ik begrijp heel goed dat alles op alles is gezet. Want inderdaad, het gevaar dat volgens het OM uitging van die organisatie, dat is genoegzaam bekend, dat weten we. Maar juist in zo'n proces waar zo het vergrootglas op ligt, hè, waar iedereen meekijkt, waar de belangen zo groot zijn. Ik bedoel, er zijn voor een aantal mensen is het... Ja, levenslang hangt daar boven het hoofd. Dan zou ik, als ik het OM was, alles volgens het boekje doen. Ik zou me dan niets aan gelegen zijn om fouten te maken. Inderdaad, nou ja, en zo'n tafel is dan over nou ja, heb ik een fout gemaakt, ja of nee? Dus dat begrijp ik niet helemaal. En zeker omdat de tip zo ongeloofwaardig is misschien. Wat ik bedoel... De tip die daar Tachi ging ontmoeten. En dat is natuurlijk heel moeilijk ook te controleren ook voor de journalistiek. Maar ook voor de verdediging van wat is die geheime tip nou helemaal? Ja. Dat gaan we niet horen, denk ik. Dank, beiden. Dank. Geen volle zalen en blauwe ballonnetjes. Geen einde.